De provincie Zuid-Holland opende op 6 juli dit jaar de Zuidwestelijke Randweg. Een nieuwe weg aan de zuidwestkant van Gouda. We nemen u mee. Deze nieuwe weg zorgt voor een betere en snellere route van en naar de Krimpende Waard, voor minder verkeer in Gouda en een goede bereikbaarheid van de Rotterdamse weg. De Zuidwestelijke Randweg loopt om de bebouwde kom van Gouda heen en maakt deel uit van de N207. Belangrijk onderdeel is de Goudenrakse brug over de Hollandse IJssel. Die maakt de aansluiting met het Sluiseiland. Rijkswaterstaat is bezig met het verleggen van afslag 18 van de A20 bij Moordrecht. Het plan wordt in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, gemeente Zuidplas en ProRail uitgevoerd. Naast de verlegging van de afslag 18 worden de provinciale weg N456 en een viaduct over het spoor verlegd. Voor fietsers en lokaal autoverkeer wordt een tunnel onder het spoor gebouwd. Deze werkzaamheden zorgen samen voor een verbeterde verkeers- en spoorwegveiligheid.